Hi, het is 16 maart en ik ben hier bij de eigenlijk afterparty van de gemeenteraadsverkiezingen in Best. Het is een goede gewoonte om nadat de stemlokalen dicht zijn gegaan, een uurtje daarna bijeen te komen in de burgerzaal. En dan gaan de winnaars ingetogen vieren en de verliezers die gaan net doen alsof ze het niet erg vinden. Maar ja, het is altijd leuk om te zien hoe toch wel het spannend is voor de politici. De kiezers hebben gesproken en dan komt die uitslag. En ja, valt die mee of valt die tegen? Je weet het van tevoren eigenlijk nooit. Ik was erbij en daarom deze videoreportage. Ja, vertel eens dan. Als je nou 600 voorkeurstemmen hebt. Ja, moet ik kiezen? Ja. Nou, dan moet ik de kiezer volgen, Tom, hè? Hoi, dag meneer Lansing. Hey, en hoopvol? Altijd. Want de lokale partijen doen het goed, hè? Ik heb mijn mond vol. Ai, ai, ai. Ja. Lokale partijen doen het goed en wij gaan voor winst. Oké. Okay. Hoi. Ja, je staat er gekleurd op. Oh, nou ja, inderdaad. Dankjewel. Hoopvol. Hoopvol. Ja. Altijd, hè? Alright. Ja, zeker. Ja. Wat zei je? Hoopvol. Ja, altijd. Ja, zeker hoopvol. Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja. 2-7-4 verdelen, dus iedereen kan winnen. Doe er maar eentje bij. Jij stemt voor. Iedereen kan winnen en verliezen natuurlijk. Hè. Hoort er altijd met 2 zetels extra. Ja, die worden wel verdeeld. Ja, ja. Dat is wel lekker. Ja, ja. Zeker. Hey, dankjewel. Maar het is altijd leuk. Ik heb er 5. Nou, heb ik me laten vertellen dat jullie familie van elkaar zijn. Ja, ja, dat is mijn vader. Ja. Hoor je dat nu pas? Nee. Nee, dat heb ik me al laten vertellen, maar dan gaan nu straks veel meer mensen weten. Dat is familie van elkaar. Oké, ja. Vader en zoon, ja. Leuk. Nee, ik kreeg dat pas een paar maanden geleden toch. Oké, ja, ik weet het al helemaal niet. Ja, dat hoopte ik al. Zeker, een heel leuk gesprek. Heb je daar nog reacties op gehad? Ja, enkele. Ja, er zijn ook mensen die het interview even kijken. We hadden de vraag van, ja, waar zijn jullie nou precies voor? Hij is toch verwezen naar het interview. Dat is toch een hele laagdrempelige manier om even te verdiepen. Je hebt natuurlijk de stemhulp al. Maar dan merk je toch dat mensen toch iets meer op zoek zijn naar een iets bredere context. En voornamelijk die 5 minuten interviews, die scoren heel goed. En ook hele leuke reacties van, hey, ik heb je gezien in die interview. Mijn oom en tante zeiden opeens van, hey, ik heb je op televisie gezien. Wat ik helemaal vergeten was, ja, dat is ook bij het eigen schild. Ik denk, hé, ik ben op Omroep Best geweest. Dus hele leuke reacties. En hopen dat de inwoner van Best denkt van, hé, we weten nu waar PvdA GroenLinks Best voor staat. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja. En dat iedereen gaat stemmen en dat dit een beetje daarmee heeft geholpen. Ja, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik ook. Het over een uur of wat. En het is helemaal goed gegaan. We hebben vertrouwen in, maar de kiezer beslist. En ik hoop dat zoveel mensen hebben gestemd. Ja, hey, dankjewel. Super, dankjewel. Welkom allemaal, dames en heren, op deze woensdagavond, 16 maart 2022, de avond van de uitslagen van de verkiezingen. Mijn naam is Martin van Stuik, ik mag vanavond de avond al elkaar praten. Voor mij is dat heel spannend, maar ik denk dat het voor u nog veel spannender zal zijn vanavond. En we gaan zo meteen eerst even luisteren naar onze burgemeester. Die was er heel erg graag bij geweest vanavond. Die man is enorm positief. Het is eigenlijk ook wel een van de redenen, denk ik, dat hij er vanavond niet bij is. Maar dat gaat hij zelf vast en zeker aan u uitleggen. Als kun je mij verstaan?
Ja hoor, daar sta je prima. Zou ik zeggen, heel veel succes met je fiets. Ja, dankjewel. Ja, ik was er graag bij geweest. Maar na toch 2 jaar succesvol corona buiten de deur te hebben gehouden, heeft me toch ingehaald. Tijd gekast tegen afgelopen maand bij politiek. En dat betekent dat ik een paar dagen binnen moet blijven. Als ik geen corona had, was ik er zeker geweest, want ik voel me eigenlijk best wel goed. Dus het ligt er niet aan dat ik echt ziek ben. Maar vanwege het beleid moeten we helaas versterkt laten gaan. Op deze voor jullie zo belangrijke dag. Voor jullie heel belangrijk, want hier vanavond gaat bepaald worden wie de komende 4 jaar in de raad komt. Wat de samenwerkingsvormen zullen zijn. Ik hoop in elk geval dat dezelfde vorm weer tot stand komt als we afgelopen 4 jaar hebben gehad met het brede akkoord, want dat was geweldig mooi werken. Maar voor mij is het ook spannend, want wie komt er dadelijk weer in het college? En wie zijn de mensen waar ik heel nauw mee samenwerk de komende 4 jaar? Dus een spannende avond.